Hij scoort, maar dan wel aan de andere zijde. En Jacques die stelt dat hij op een medespeler de bal shot en dat hij terug in eigen doel gaat. Het zijn drie mogelijkheden waar even op gegokt moet worden. Jacques. En jullie blijven in Jacques geloven, hè? Jij ja, toch? Ja, ja. Je denkt dat Jacques weer gelijk heeft. Dat hij dus tegen die back aanschiet. Jij ook? Ja. Ja. Dus ja. Ik denk wel dat dat het meest aannemelijk is. Ja, ja. Het is ductisch, hè, dat ik het gedaan heb. Het is dat ductisch, ik ja. die fase bestudeerd en het is zo. Hoor. Het was zeer mooi uitgelegd, ja. Maar de werkelijkheid is vaak verbazend. Schitterend doelpunt waar ongetwijfeld elke doelwachter wel eens van droomt. Maar hier hebben we natuurlijk iets minder prettig nieuws voor de Bart aan mijn rechterzijde. Namelijk Bart van der Meers uit Waregem. Die gaat terug naar Waregem, helaas als verliezer. Maar hij krijgt wel van ons de drie wijze sterren. Ik zet hem even hier. En ons boek Spreekwoordenboek in vier talen van Bij van Dalen. En wat er nog meer is, Bart, je krijgt een geweldig applaus van ons publiek. Misschien gaat Bart Stallaert, onze andere Bart, naar huis. Straks heeft hij niet alleen een kindje, hè? Maar misschien ook nog 300.000 frank als geboortecadeau mee. Dat zou prachtig zijn. Hè? Want kijk, als we naar jouw scherm kijken hier, naar onze display, dan ziet u dat er dus 314.000 frank op staat. Het is ofwel 314.000 ofwel 14.000. Dat hangt van u af en vooral ook van onze panelleden. Walter, vertel eens een verhaal. Ik was nog een tamelijk jonge knaap en ik was aanwezig op een vrij aangename fuif bij iemand thuis waar veel volk was en ik leer daar een zeer mooie jonge vrouw kennen. Oh, en wij spreken dus af, zij vraagt mij mee op het einde van die fuif, het wordt 11 uur, 11:30, zegt ga mee naar mij thuis, ik heb een heel mooi dakappartement, we gaan daar nog iets drinken. Het was een hele zwoele, warme zomernacht. Walter. Ja, alles was zo perfect, dus het kon niet meer misgaan. Ja. We rijden naar haar toe. Ik mag met haar meerijden. Ik laat mijn fiets aan de fuif staan. Ik rijd met haar mee met de convertible. En terwijl zij zich heeft verwijderd en ik daar gezellig zit op het terrasje, in mijn zetel, kijk ik op zij. Haar zetel. Het was nog van haar. Komt er op een bepaald moment naast mij, hoor ik getik, zo, nagels op de grond. Staat er naast mij zo'n deense dog. Zo, je kent dat, ongelooflijk mottige beesten, maar trouw en lief. En die staat daar zo met van die ogen naar mij en die heeft een bal in zijn mond. En die komt dichterbij en die gooit die een bal in mijn schoot. Ik denk, ah, dat beest wil spelen. Ik pak die een bal, ik smijt die een bal, die een deense dog. Hop, terug die een bal, die brengt die terug. Ik smijt die al wat harder. Hoeveel keer nog? Ja. De derde keer dat ik die een bal smijt, doe ik dat met veel force. Ik smijt die een bal op de grond, die een bal springt naar omhoog. Die een deense dog achter die een bal, over de reling, 8 verdiepingen naar beneden. Bovenop de auto, ik heb stilletjes mijn jas gepakt. Ik ben doorgegaan en ik heb die vrouw nooit meer gezien. Dat kan ik mij voorstellen. Wat was dat nog op haar convertible waarschijnlijk, dat die hond is terechtgekomen. Bart, is dat waar of is dat fout? Wat denk je? Welke kleur van haar had die vrouw? Blond. Blond, komt er vlug uit, hè? Ja. Maar daar die... Ja, er worden geen verdere vragen gesteld, hoor. Dat is een ander programma. Ja, welk is dat weer? Vragen staat vrij. Nee, fout. Ik ga fout, omdat ik heb dus misproken van geslacht daar. Het was haar zoon in plaats van haar of worst. En dat is... Wat is dat? Oeh, is dat niet waar? Zeg dat niet? Dat was ergens een Walter... Ja, fout. Fout, zegt hij. Goed, het wordt rood. Frank. Niet zo lang geleden ga ik tanken, een pompstation. En ik heb een auto. En, fijn. Ja, een convertible. En ik steek... Dat was nadat die hond was opgevallen. Daarvoor was dan een convertible. Nou, nu zeg je... Frank, nee, voort, jongen. Frank, doe echt rustig verder. Echt fijn, bankkaart gaat u tanken, pomp 5. Bankkaart heb jij ook? Diesel. Diesel heb ik ook. Ik sta daar met de slang aan welke die... Welke slang? Ja, jij bent begonnen, dus. Nee, hij is begonnen. Ja, precies. Je was aan het tanken dus, Frank.
En komen intussen een paar mensen achter mij, een auto met een drietal kinderen, en die stappen uit die auto en zeggen, hé, de meester, en mogen wij een handtekening? Dus ik zeg, ja, wacht even, ik ga naar de wagen, ik haal een pen, doe mijn plichten. En intussen komt er weer een andere auto aan de andere kant van het pompstation. Ook kinderen die naar me toe komen, die vragen ook een handtekening. Naast mij staat een camionet en die meneer die zegt van, zeg vriend, hoe lang duurt dat hier nog? Ik moet ook diesel hebben, zegt hij. Ik zeg, ja, hier komt, is klaar, neem die slang. Een week later krijg ik een uitreksel op mijn bankrekeningnummer dat ik getankt had voor 2400 frank. Met andere woorden, die meneer, die vriendelijke meneer met zijn camionette had van mijn bankkaart even geprofiteerd om voor hem diesel te tanken. Ja. Waarop ik misschien mag vragen aan die meneer, als het even kan. Ja, die vrouw van die convertible natuurlijk, zijn wagens die veel slikken. Wat is dat, waar of onwaar? Het is juist of fout? Het is heel aannemelijk, dus het zou wel eens kunnen fout zijn. Maar ik ga toch denken dat het juist is. Die redeneringen die zijn niet te volgen. Maar goed, Jacques. Ja, mijn verhaal moet zeer snel gaan, we hebben weinig tijd. Ik was aangezocht om als presentator te fungeren op een avond. Een sportvereniging had dat gevraagd, in een gemeente in Vlaanderen. Inderdaad, Walter, waar jij nog nooit geweest was. Zij telefoneerden naar mij en ze vroegen ook of dat het mogelijk zou zijn voor Mark Uitroeven en Karel Huibrechts die avond te hebben. En ze zouden die huldigen als ereburger. Dus ik bel met Mark, ik bel met Karel, het zijn goede vrienden van mij. En direct Mark en Karel die zeggen, oké, we komen, want er was gezegd, we gaan u een etentje aanbieden, u mag uw vrouw meebrengen, u krijgt een ereschaal. Goed, de avond begint. Ik presenteer op een zeer vlotte manier natuurlijk, Walter, in die zaal waar jij nooit geweest bent. Mark en Karel, uit sympathie, doen ook enkele nummertjes sketchen. De avond gaat verder, er komt nog een buikdanser, er komt nog een goochelaar. Op een gegeven moment zeggen ze, en beste vrienden, Mark en Karel zijn onze ereburgers. Maar jammerlijk, we hebben de schalen vergeten en het gemeentehuis is gesloten. Enfin, dat zal u dan later misschien nog wel krijgen. Het gaat verder, het wordt 12 uur, etentje, half 1, 1 uur. Dus Mark en Karel zijn er geweest, hebben daar sketchjes gedaan, we hebben daar aangenaam gedaan, hebben geen schaal gekregen. Hebben niet gegeten, we zijn geweldig, zijn met honger naar huis gegaan. Is mijn verhaal gebeurd? Is dat juist of is dat fout? Nou, ik denk dat die mensen uit de show best zoveel meemaken. Hè. Ik denk dat dat kan. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja, het is weer zo'n deductie. Hè. We gaan even kijken. Walter, was jouw verhaal waar? Nee. Dat gaat wel goed. Dat gaat wel goed. Was jouw verhaal waar? Yes. Bart, het gaat er nu om 314.000 of 14.000, hè, Bart? Je weet... Ja, als dat niet klopt, dan kijk ik niet meer naar een BRT. Het is alleen op VTM. Kijk alleen naar de VTM. Was jouw verhaal waar? Oh, waar? Shit, dat het was waar! Het mooiste geboortecadeau dat hij kan meenemen naar huis. 314.000 frank. Wij zijn er ontzettend blij om op zo'n manier te mogen eindigen vandaag. Wij zien elkaar zonder meer volgende week terug. En ik hoop dat ik dan weer zo gul mag zijn. Dus kijkt u met ons mee volgende week naar de Drie Wijzen. Tot dan.